Alleen alweer discussie over, zitten er wel voldoende vrouwen in? Ja, die discussie die komt eigenlijk voortdurend in Den Haag wel vroeg of laat weer bovendrijven. Ik vind het zelf niet iets waar je automatisch als eerste naar moet kijken of iemand vrouw of man is. Want ik denk dat je in eerste instantie moet kijken welke persoon zou het beste op welke plek kunnen. Het zou denk ik potsierlijk zijn als er geen enkele vrouw of één vrouw in een kabinet zou zitten. Dan zou je denken, ja, dat is gewoon niet goed gegaan. Nu is de verhouding... Maar het is toch internationaal? Dus dan ben je Macron en Trudeau, die zouden, de helft vrouwen. Ik kan ze wel vinden. Nou ja, het is zo dat ik heb ook wat partijleiders gesproken. Die vertellen ook gewoon dat er vrouwen zijn die ook die baan weigeren. Ja. Alexander Pechtold, dat stond vandaag in de Telegraaf, heeft twee mensen benaderd die alle twee nee hebben gezegd. Ja. Hij wil niet zeggen of het mannen of vrouwen zijn, maar ik vermoed in ieder geval één vrouw erbij. Nou, Rutte ook twee vrouwen, hè, die er geweigerd hadden. En nou ja, er zijn dus mensen die het wel hebben geprobeerd. Maar weigeren ook vrouwen eerder dan mannen? Dat klinkt misschien wat seksistisch. Ik zou dat niet voor mijn rekening durven nemen. Maar... Durf niet, ik zit naast. Ik denk dat vrouwen sneller weigeren dan mannen. Laten we het dan zo ik doen. Denk dat we in ieder geval iets wat we steeds meer zullen zien, ook de komende jaren, is dat er een te groot afbreukrisico wordt geacht aan het ministerschap. Mensen zijn bang, mensen hebben gezien wat er gebeurd is met Janine Hennis, die in het zicht van de finish toch wegging. Terecht overigens, want ze is politiek verantwoordelijk. Had niets met het feit of ze vrouw of man zelf te maken. Maar dat heeft, begrijp ik, mensen op het laatste moment ook afgeschrikt. Want die denken, ja, de volgende keer ben ik aan de beurt en dan heb ik mijn hele carrière opgegeven. Te weinig kleur is ook zo'n discussie. Wat vind jij ervan, Jetty? Dus het is te wit. Ja, er is op meer plekken te wit. In mijn voorstelling zeg ik ook, noem ik al die vier zwarte vrouwen die ik heb benoemd. En dan kom ik erachter dat ik gewaarschuwd ben door mijn psychiater dat ik mezelf niet zo zou duiden. En dat ik het alleen maar daarover heb. En dan vraag ik uiteindelijk aan mijn ik heb het alleen maar over zwart, wat mijn psychiater me ook vraagt. Maar uiteindelijk vraag ik aan mijn publiek, heeft u ooit iemand op het toneel zien staan die verklaarde, op dit toneel allemaal witte mensen? Nee. Nee, toch? Nee. Dus laat me. Ja. Ik vind dat een mooie stelling, maar toch even... In het kabinet zit te weinig kleur, is een kritiekpunt. Wat vind jij? Dat vind ik ook, maar ik steek mijn hand in eigen boezem. En zo heb ik ook gereageerd op Facebook, want daar wordt vooral gereageerd, hè, en Twitter. Ja. Heb ik de mensen die daar kritiek op hadden gezegd, laten wij weten hoe wij de volgende keer stemmen. Op wie wij stemmen. Ook dat? Ja. Wat doen wij zelf eraan? Je hebt het dan over kleur, maar er zijn natuurlijk wel meer minderheden dan alleen kleuren. Je hebt ook mensen die een bepaald geloof aanhangen. Je hebt mensen die homo of hetero zijn. Er zitten nu twee homoseksuele personen. Mark Harbers, de staatssecretaris van Justitie. En de vicepremier notabene. Die lesbisch is. Dus waarom notabene? Nou ja, omdat dat nog niet eerder is gebeurd. Dus zo openlijk. Er wordt af en toe een idee gecreëerd van... ja, het deugt allemaal niet, het is allemaal niet goed... maar je kan ook kijken, wat is er eigenlijk wel? Ja. En dan zeg je, hé, dit is nog niet eerder gebeurd. Dat is misschien dus ook weer een stap.